Goedemorgen, middag of avond en welkom bij alweer een nieuwe video op mijn kanaal Koning Voetbal. Vandaag aflevering 41 van de Career Mode en dus vanaf vandaag zonder Hans van Aken. We gaan vandaag zien hoe we het verder doen zonder hem. Onder andere in de achtste finales van de Champions League tegen Arsenal. Want dit is de kalender voor deze aflevering. We hebben eerst de wedstrijd uit in Eupen, dan een wedstrijd uit in Oostende. En daar gaan we al voor de eerste keer tegen Arsenal spelen. De volgende terugwedstrijd is een stukje later. Dus die gaan we niet meer spelen. We gaan eigenlijk spelen tot de wedstrijd tegen Charleroi uit in de beker. Mensen die de vorige aflevering niet gezien hebben, gaan die vlucht nog eens even gaan bekijken. Maar we zijn dus Hans van Aken verloren. Wat ervoor zorgt dat we op het middenveld toch natuurlijk heel wat kwaliteit verloren zijn. Ondertussen merken we ook al meteen een transferbod voor Simon Mignolet. Oké, ze willen ruilen. We gaan even kijken. Ik wist niet dat dat ook buiten de transferperiode om kon. Is 6 miljoen waard. Dan geen idee wie die Mendil is. Is een linksachter van 25 voor 6 miljoen. Daar gaan we niet aan meedoen. We zitten goed in onze linksachters. En we willen Simon Mignolet niet weg. Heeft in het eerste deel van het seizoen echt weer al zijn kwaliteit bewezen. Dus Simon blijft bij ons, absoluut. Goed, klaar voor de wedstrijd tegen Eupen. We kregen een opkikkertje voor de wedstrijd. Hallo, eerder dit jaar streefden we naar haal onze lange termijn doelstelling om de clubwaarde binnen 3 seizoenen te vergroten. Nu onze eerste financiële rapporten binnen zijn, kunnen we bevestigen dat dit doel is bereikt. Bedankt voor uw inzet bij het behalen van de groei van Club Brugge. Niet alleen als voetbalclub, maar ook als een onderneming. Bam! 100% zijn we geëindigd. Dus het was een lage prioriteit, maar het is toch gelukt. Dus dat is zeker en vast belangrijk. In een van de volgende afleveringen gaan we ook nog eens de overige doelstellingen bekijken. Maar eerst de wedstrijd snel simuleren op Eupen. Mensen die niet mee zijn met het klassement. We staan aan de leiding. Hebben 1 punt meer dan Antwerp. 3 punten meer dan Gent. Dan staan daar op 7 punten Cercle Zoar op 12 punten. En Charleroi op 16 punten. Eupen dus op het eerste gezicht niet te dicht bij ons. Dus we gaan spelen met ons B-team. Dit is dit team met Holzhauser natuurlijk. De transfer van een vorige aflevering. Even kijken. We winnen met 0-2. Doelpunt van Keita Balde die hierin gekomen is. En van Quincy Promes. Misschien moeten we eerst even gaan kijken naar de statistieken voorlopig. Want ik heb het gevoel dat Promes daar toch al heel wat doelpunten gemaakt heeft sinds hij gekomen is. Oké, dat kunnen we zien in onze selectiescherm. We merken dat Jamie Vardy dit seizoen het meeste doelpunt heeft gemaakt met 14 stuks. Dan Promes inderdaad op 13 stuks. En 13 stuks ook voor Dennis. Maar als we kijken ook naar assist, dan staan Vardy en Promes op dezelfde plaats. Dus dat is toch wel zeker en vast indrukwekkend van de man uit Nederland, Quincy Promes. Er waren wel sceptici toen hij kwam, maar gelukkig bewijst hij zijn kunnen voor ons op dit moment. We kregen trouwens een berichtje van Toby Alderweireld. Die klaagt over zijn speeltijd. Hij is inderdaad is natuurlijk gekomen als een cruciale speler. En is in dat rotatiesysteem ook terechtgekomen. Moet ik hem dan in beide teams gaan steken? Die moeten we dan uithalen. Even kijken. Speelt hier in ons A-team. Moeten we dan Balanta eruit halen? Balanta speelt natuurlijk wel al in het andere team. Dus misschien moeten we dat doen om Alderweireld weer eventjes gelukkig te maken. We gaan Balanta uit de selectie halen. Of toch op de bank zetten. En we gaan Alderweireld ook in die wedstrijd laten starten. Zodat we hem natuurlijk tevreden houden. En hij niet weggaat. Dat willen we niet, want dan zullen we ook wel heel wat geld verliezen, denk ik. Oké, daar zien we hem trouwens tegenover de journalisten zitten. Wel, Toby, in het vervolg zeg het eerst eventjes tegen ons. We kijken ervoor. En dan vinden we samen wel een oplossing. En dan komt ook Balanta die wil spelen. We gaan eerst even op de persconferentie doen voor de wedstrijd tegen Oostende. Ziezo, wat gaan we nu doen om ook Balanta tevreden te houden? We gaan even kijken en onze selectie misschien voor deze wedstrijd aanpassen. Gaan we met ons A-team en ons B-team spelen? Misschien kunnen we Holzhauser eruit halen voor... Ik denk dat hierna de wedstrijd tegen Arsenal komt. Dus misschien nog één keer met ons B-team. Dat is dit team. En dan moeten we naar teammanagement en moeten we Balanta in de plaats van Holzhauser erin zetten. Dan wordt hij ook tevreden. Oké, benieuwd of we hier al meteen 6 op 6 weer kunnen halen. Met ons B-team op Oostende deze keer. 0-1. En ik denk, als het juist is, hebben we dan die doelstelling van 5 wedstrijden op rij uit met 0 tegendoelpunten hebben we gehaald. Ik denk er meteen aan, terwijl ik al de knop wedstrijd simuleren had ingedrukt, dacht ik, dus deze wedstrijd is onze managersbeoordeling naar boven. Dan zou dat bevestigd zijn. Meteen het Champions League scherm weer.
Balanta, blij dat we naar hem geluisterd hebben. Invloedrijke prestatie. Even naar het kantoor. Naar de doelstellingen. Dat hebben we behaald. Halen winstreeks van 5 wedstrijden zonder tegendoelpunt. Is ons gelukt. Dus dan moeten we enkel nog de jeugdafdeling doen. En moeten we de beker en de competitie winnen. En dan hebben we al onze doelstellingen bereikt. Stel je voor, dat zou wat zijn. Bon, laatste 16 van de Champions League. Balanta schittert weer, komt er in het nieuws. Dus enkel positieve vibes om aan die wedstrijd tegen Arsenal te beginnen. Ik ben heel benieuwd naar hun team. Maar we gaan eerst even kijken wie er nog allemaal bij de laatste 16 zit van de Champions League. Dat is Atletico tegen Juve, Napoli tegen Manchester United, Benfica tegen Barcelona, Lazio tegen Dortmund, Sevilla tegen PSG, Real Madrid tegen Manchester City en Inter tegen Bayern. We zijn sowieso het kleine broertje van de hoop, maar na onze overwinning van de Europa League hebben we misschien wel ons plaatsje daar bij de beste 16. Hoe ben je van plan om het aan te pakken? We hebben een van de beste ploegen. Heeft jouw team na een nupte 1-0 overwinning? We moeten meer scoren, verandert niets. Een zege is een zege. En ook de laatste team is in topvorm. Kunnen we blijven presteren? Zeker weten, we zijn erg gelukkig. Ons A-team is scherp, heeft zijn rust gekregen. Alle pijlen staan goed voor een goede wedstrijd tegen Arsenal. Maar we gaan het moeten bewijzen op het veld. We gaan de wedstrijd tegen Arsenal traag simuleren. We gaan de wedstrijd natuurlijk volgen. Het is een Champions League wedstrijd. Daar willen we bij zijn. Daar gaan we. Wedstrijd simuleren. Come on, the boys. Arsenal speelt met Leno, Maitland-Niles, Pablo Mari, Ruben Vezo, Mancini, Estupinan, Guendouzi, Thomas, Plata, Lacazette, William. Veel nieuwe namen bij Arsenal. En eerlijk zeggen, niet de allergrootste topnamen bij de Gunners. Wij met de bekende namen met onder andere Keita Balde en Promes nu in onze elf. Arsenal begint aan de bal. Mechelen stoort goed op nummer 22, Des Lacazette. Dat koppeltje is alvast gevormd voor deze wedstrijd. Uitdoelpunten tellen natuurlijk nog altijd mee in deze. Worden afgeschaft vanaf volgend seizoen in de Champions League. Wat een redding van Mignolet al meteen. Mignolet moet daar al meteen alles uit de kast halen om die poging te gaan tegenhouden. Opnieuw Arsenal nu, maar goede onderschepping van Mechelen. Vardy, Sobol. Mechelen goed ingeschoven. Goed gecombineerd van die jongens. Openda. Als deze erin gaat, is het een wereldgoal. Vardy, Balanta. Oh, kan net niet afdrukken. Jammer, maar een goede tegenprik van de jongens. Snel gecombineerd met de rappe jongens van voor. Vardy nu. Vindt Openda. Oh, die is katterap. Ongelooflijk. Luis Openda heeft al een serieuze vordering gemaakt hier bij ons. Opletten wel nu. Lacazette goed afgeschermd, want nummer 20, dat is Plata. Die had zin om Lacazette diep te steken. Dus, waar ik was gebleven, dat uitdoelpuntje zeer belangrijk. Wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Maar dus hier nog niet. Kunnen we hier iets doen? Buitenspel. Dus de bal is voor ons. Kunnen we net voor de rest nog eens prikken? Promes op links. Openda. Balanta. Vardy. Hier zat iets in, maar afgeblokt. Balanta opnieuw. Vindt hij een medemaat? Nee, vindt Balde niet op de rechterkant. Arsenal, een zeer lange aanval. En een kans voor Lacazette en opnieuw Mignolet. Dit is dus de reden waarom we hem niet weggedaan hebben. Mignolet opnieuw al 2 zeer belangrijke reddingen vandaag. We gaan eens even kijken naar het teammanagement in de rust. Vooral naar Balanta ben ik benieuwd of die zijn mannetje houdt. Het blijkt van wel. Oké, we gaan gewoon verder nog voorlopig. Dan misschien in de 60ste minuut eerder eens onderbreken. Kom maar jongens, belangrijke wedstrijd dit. Balanta naar Vardy. Dennis nu. Promes. Balanta, Vardy. Vindt Dennis! En op zijn beurt Leno met een hele goede redding. Hier zat meer in. Buitenspel voor Dennis. Nee, Mechelen. Promes. Goal! Goal van Vardy. Die loopt hem erin, denk ik. Ik denk een schot van Promes en Vardy devieert in mijn doel. Ik had het niet verwacht vanaf die kant of vanaf die plaats dat die bal erin zou kunnen gaan. Maar Promes doet het gewoon. Of Vardy doet het. En Promes doet het. Iedereen doet het. 0-1. Op Arsenal. Zijn we opnieuw bezig naar het seizoen waarin we geschiedenis zullen schrijven. Balde speelt ook goed mee. Promes naar Vardy. Balanta. Die komt toch ondanks zijn verdedigende stellingen toch goed mee. Kans voor Balde.
Balde doet het nu ook op het allerhoogste niveau. Voor ons. Wat een transfer ook alweer. Wat een balletje van Vardy tussendoor was het, denk ik. En het is 0-2. Wat een match opnieuw. Nu Arsenal meteen direct. Maar onderschept nog niet helemaal. Lacazette gezocht, maar Balanta zit ertussen. Vardy, Promes, Balanta, Tennis. Oh, opnieuw weer terug. Binnenin proberen te steken, maar niet gelukt. Dan nog 5 minuten, we gaan niet meer wisselen. Deze jongens moeten het doen, spelen een topwedstrijd. Opnieuw. Wel nog een kans nu. Lacazette naar Plata, maar afgeblokt door Mechelen. De rots in de branding achterin naast Alderweireld. Laatste kans nu voor Arsenal. En Sobol zit ertussen. En we winnen met 0-2. 0-2 voor de jongens op Arsenal. Goals van Vardy en Keita Balde. En dan wil ik nog eens even kijken, maar ik weet niet waar ik dat kan zien. Of ik ook de assist kan zien. Niet meteen, denk ik. Maar ik denk dat Vardy er nog eentje meeneemt. 1-1 ook tussen Juve en Atletico. Maar 0-2. De jongens op Arsenal. Hohoho. Berichtje van schrijvers wel. Eerst Promes. Ik ben blij dat we de speeltijd die ik kreeg. Ik ben trots op je, Quincy. Hoe jij je ontpopt. Oké, schrijvers wil over zijn salaris spreken. Gaan we misschien meteen even doen. We willen schrijvers bij ons houden. Zeker nu dat we ook die positieaanpassing bij hem gaan doen. Dus we gaan even naar het selectiescherm. En kijken of we wat loon kunnen vrijmaken voor Siebe Schrijvers. Oei. Deze speler is niet beschikbaar voor het afspreken van nieuwe contractvoorwaarden. Siebe. Oeh, dit vind ik wel spijtig. Oké, ik heb geen invloed op de keuze van Siebe Schrijvers. Hij zal ons team aan het einde van het seizoen verlaten. Spijtig, maar we zien wel goed nieuws. Antwerp en Gent hebben punten laten liggen in de vorige wedstrijd. Dus daar in de competitie lopen we ook alweer een beetje uit. Daar is meteen een transferbod voor Schrijvers. Hebben zo net Nainggolan gekocht. En nu willen ze ook Schrijvers. 9,1 miljoen. Hoeveel is die waard? Tussen de 7,6 en 11,2. We gaan onderhandelen om hier nog wat uit te krijgen. 11,2. Dus misschien een miljoentje meer vragen voor Siebe. Dat we toch naar die 10 miljoen gaan. Naar die dubbele cijfers. 10,2 ga ik voorstellen. Even verder simuleren. We willen niet dat de onderhandelingen vastlopen. Dus we zijn bereid om 10,2 te betalen. Oké, toch weer een miljoen bij onderhandeld. En een speler die niet tevreden is, willen we natuurlijk niet houden. Opnieuw toch een jonge speler van club of een beloftevolle speler van club die vertrekt. Wedstrijd nu tegen Zulte Waregem. Gaan we ook snel simuleren met ons B-team. Kunnen we ook 9-9 halen in de competitie. 3-0, opnieuw geen tegendoelpunt. Rafa Holzhauser scoort voor de eerste keer, de Ketelaren ook. Dus opnieuw een topaflevering. Ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. We gaan meteen even opslaan dat we dit niet verliezen alleszins. Maar dus wel jammer van Siebe Schrijvers. Dat is toch wel het enige minpuntje aan de aflevering van vandaag. Dat hij niet langer een speler van Club Brugge wil zijn. En we kregen ook te horen dat de Siebe Schrijvers effectief verkocht is. We hebben 8 miljoen extra om uit te geven aan een nieuwe spits. Maar toch jammer dat hij weg is. Oké, voorlaatste wedstrijd, of toch van deze aflevering, is tegen OHA Leuven opnieuw thuis. Spelen met een 5-4-1 positie. Lekker aanvallend OHL. En dan de volgende is die tegen Charleroi. Opnieuw 2-0. De Ketelaren scoort en opnieuw Holzhauser. Dus hij lijkt wel ergens een draaischijf te zijn in dat B-team. We hebben natuurlijk onze spelers op de rust gehouden, omdat de halve finale van de... Juist, wat dan al gespeeld tegen Charleroi 2-0? Ik was dat al vergeten, juist. Dus we moeten een 2-0 verdedigen tegen Charleroi. Dat zal toch niet moeilijk... Dat mag toch niet moeilijk zijn? Oké, Keita Balde wil ook meer spelen, dus we merken wel dat de spelers op scherp staan. De mensen die we echt een cruciale rol gegeven hebben in het contract, willen ook wel echt iedere wedstrijd spelen, maar goed... Is toch moeilijk, want we willen toch iedereen roteren en iedereen tevreden houden. Dus de wedstrijd op Charleroi, eerst even de persconferentie. En dan de laatste wedstrijd van de aflevering van vandaag is de wedstrijd op Mambour. Alright, belangrijke wedstrijd dit. Gaan we effectief naar de Heizel voor de finale van de Beker van België. Charleroi speelt met Decon, Van Kleemput, Zaykov, Burn, Soares, Panera, Gillet, Nkuba, Golizadeh, Benchaip en Bedia. Wij hebben natuurlijk een 2-0 voorsprong die we meenemen uit de heenmatch. Dus moesten we hier al op voorsprong komen zelf, dan ga ik deze wedstrijd gewoon simuleren. Want de kans dat Charleroi met 4-1 wint tegen ons
is toch vrij klein, maar benieuwd hoe ze uit de kleedkamer gaan komen. Of zij ons effectief het vuur aan de schenen zullen leggen of niet. Eerste 10 minuten gaan op en af. Beide hebben balbezit, beide zoeken de eerste kans van de wedstrijd en die was voor Charleroi en opnieuw Mignolet. Nu Dennis aan de overkant, die is snel, dat weten we, maar ook Decon op zijn beurt, een goede redding. De keepers, staan in de kijker in het begin van deze wedstrijd. Openda komt naar binnen afgeblokt en opnieuw een corner voor Club. Of strafschop voor Club. Jamie Vardy mag hem geven, strafschop voor Club. Daar komt hij. Naast getrapt. Jamie Vardy schiet hem naast. Grootste kans van de wedstrijd spreekt voor zich, was voor Jamie Vardy. Geeft hem nu mee aan Dennis. Maar hij kan niet voorbij zijn man. Charleroi nu aan de overkant, maar komen niet tot een kans voorlopig. Wij wel. Dennis geeft hem mee aan... ik ging net zeggen, Baldi Diawo, waarschijnlijk buitenspel. Dennis kan niet voorzetten. Nee, geeft hem achteruit naar Balanta. Balanta Promes dan toch? Ah, die nummer 17. Of die nummer 7, wie was het? Panera, de kapitein ook. Lijkt me wel een goede speler. Moeten we misschien onthouden voor de volgende transferperiode. Oeh, countermogelijkheden nu. 4 tegen 3. Oh, die bal moest direct helemaal op rechts naar Balde. Maar we hebben de bal nog. 1-2 met Balanta. Mata. Balanta. Mata. Oh, Vardy. Lang uitgesponnen aanval. Wat een misser. En opnieuw een strafschop. Ah nee, rust. Wat een aanval van Club opnieuw. Deze moest binnen op en dat alleen voor Doe en besluit hem recht op de keeper. Midden in het doel. Decon moest gewoon blijven staan. Op en dat. Balanta kan die eens uithalen. Heeft hem mee aan Promes en opnieuw op Decon. Wat speelt die voor een redding zeg? En nu kan het er voor Charleroi. Wat een match. Had ik niet verwacht. En oh, Mignolet opnieuw. Mignolet opnieuw. Dennis, Vardy draait goed weg. Het is alsof de bal er niet in mag vandaag. Misschien moeten we eens wisselen. Ik was net te laat. Openda knalt. We gaan het teammanagement klaarzetten. We gaan Balanta eruit halen. We gaan Holzhauser wat tijd geven. We gaan Openda eruit halen en de ketelaren. Schrijvers, die komt er niet meer in natuurlijk. Die is vertrokken. Raar dat hij er nog tussen staat. Die was toch verkocht? Kans! Nu dan wel de goal. Het is 0-1 voor Club Brugge. Emmanuel Dennis. Opnieuw redding van Decon. Maar die rebound. Oeps. Die rebound kon hier niet meer uithalen. En jongens, dan ga ik gewoon naar het resultaat gaan. Want dat zal denk ik niet meer veranderen. Inderdaad, 0-1. Goal van Emmanuel Dennis. De AI heeft toch nog beslist om Schrijvers erin te halen. Of erin te brengen. Maar wat een aflevering alweer. Jongens, wat kan ik soms nog zeggen? Opnieuw een topaflevering. 0-2 gewonnen op Arsenal. We staan eerst met meer dan 7 punten voorsprong. We staan in de finale van de Beker van België. Al onze doelstellingen worden bereikt. Ik weet niet wat we nog moeten doen. Moet de uitdaging echt zijn om de Champions League te winnen? Ik weet het niet meer. Bon, ik vond dat vast weer een topaflevering. Ik hoop jij ook. Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal, moest je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jou snel terug, vooral weer een nieuwe aflevering. Want zoals de vorige keer ook gezegd, de career mode gaat de hele zomer door. Jammer van Schrijvers, dat is het enige negatieve puntje. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Bye bye, ciao.